in 2007, 2008 van we zouden een integrale visie moeten hebben op wat willen we nu hier in Woudrichem met dat gedeelte van Woudrichem doen waar het gaat over het buitendijks bedrijventerrein, zoals het dan in de volksmond werd genoemd. Nou, heel veel dingen lagen toen een beetje stil, ze lagen gewoon stil. We hebben nu duidelijke richting wat we op willen en we kunnen nu plannen gaan ontwikkelen en laten ontwikkelen om te komen tot een mooie afronding van iets wat al jaren sleept. We hebben gesteld dat alle nieuwe plannen die er zouden gaan komen van woningbouw, we daar toch tenminste 30% huur in willen zien. En zowel sociale huur als de grens die erboven zit. De schaarste die er is, ook op het gebied van woningen, in de combinatie inderdaad van sociale huur en net daarboven, en ook de combinatie met kopen uiteraard, omdat gedifferentieerde wijken, ja, daar staan wij zelf ook voor. En ja, dat heeft geresulteerd in vandaag het zetten van handtekeningen met partijen. Het gaat over deze locatie, waar eigenlijk alle loodsen staan van het voormalige Fortabouw. En hier aan de achtergrond zie je de vesting. De 96 woningen die erin zitten, is eigenlijk aan deze kant fase 1, het dichtste tegen de havenkant aan. Daar komen 36 appartementen. Dat zijn allemaal koopappartementen. In fase 2, de woningbouw die hierin zit, daar zit een groot deel huur in. 32 huurwoningen voor woningen, allemaal sociale huurwoningen. En 14 beleggershuurwoningen. Dat zijn 14 grondgebonden woningen. Kaderwoningen noemen we die. Die hebben eigenlijk uitzicht over het water en liggen pal aan het water. En voor de woningen langs komt eigenlijk een boulevard die dus hoger ligt dan de verschillende parken. Dus je rijdt onder je woning in. En aan de voorkant is het een stuk hoger en kijk je helemaal uit over het water. En dit wordt helemaal openbaar gebied. Wij gaan dit jaar gaan ons druk bezighouden met de bestemmingsplanprocedure. En we hopen voor de zomervakantie dat het college een besluit kan nemen over het bestemmingsplan. En dat na de zomervakantie de raad zich kan buigen over het bestemmingsplan. En wij hopen natuurlijk op geen bezwaren. En dat zou betekenen dat wij volgend jaar in verkoop zouden kunnen gaan met de eerste fase. Kijk, als hier een nieuw bedrijf kan komen, is het natuurlijk uitermate belangrijk om te zorgen dat dat bedrijf niet weer een nieuwe in de cirkel gaat geven. Dus er zal altijd een bedrijf zijn met minder overlast of minder zware milieuregels. De naam komt er vandaan natuurlijk zicht op Loevestein. En op het Loef in combinatie met het water en zeilen.